Goedemorgen, jullie zijn vandaag bij ons op onze nieuwste hub in Waddinxveen. Mooie toevoeging aan ons netwerk. Dit station in Waddinxveen vinden jullie eigenlijk alle brandstoffen onder één dak. Dat is waar DCB voor staat. Het gaat om de duurzame brandstoffen zoals LNG, CNG Plus en HVO100. En daarnaast ook de reguliere brandstoffen zoals de diesel, de benzines en de AdBlue die wij hier faciliteren. We gaan nog uitbreiden met truckladers op dit station. Die zullen op het eiland wat je hiernaast ziet gefaciliteerd worden. Het einde van het eerste kwartaal, begin tweede kwartaal, zijn die mogelijkheden hier beschikbaar. Waterstof zal vlak daarna, aansluitend daarna, worden gefaciliteerd op het station. Het is gewoon een toplocatie, een A1 locatie, vlakbij de A20 en de A12. Het is een makkelijke uitvalsroute voor vrachtwagens. Mooi industrieterrein hierachter, het is, wat wil je nog meer? Nou, we hebben ongeveer 30 hubs voorzien, die we voorzien van onze high-speed en low-speed pompen gericht op de truckrijder, de eigen rijders, maar ook de grote ondernemingen. En daarnaast hebben we nog wat kleinere stations waar we voornamelijk particulieren ontvangen. Qua uitbreiding zijn we nu begonnen met de bouw van de station in Dordrecht. Die zal begin volgend jaar worden opgeleverd. En ook daar vind je alle mogelijke brandstoffen onder één dak eigenlijk. Dat is de kracht van DCB. Er staan zeker nog meer plannen. Die zijn er zeker. Alleen kan ik daar nog niet al te veel over uitweiden. Maar richting Brabant zit er zeker nog een station aan te komen. En in afzienbare tijd zullen wij het netwerk verder uitrollen. We willen dat een klant hier gewoon snel en gemakkelijk kan tanken of kan laden. Dat zal zich nog moeten uitwijzen hoe zich dat ontwikkelt natuurlijk. Maar we houden dat nou letterlijk in de gaten dat ook een trucklader zo snel mogelijk weer onderweg is.